Goedemorgen dames en heren, we zijn eindelijk weer bij Raven deze week, sinds 2 maanden. En we zitten nu in de nieuwe studio en dit is werkelijk, je krijgt de tranen van in de ogen, want je om je heen ziet camera's, fototoestellen. En ik ben ontzettend blij dat Harry Radzaken naast me zit. Mijn naam is Cor Roos. Harry die presenteert mee. Oh. En die doet dat op een voortreffelijke manier, zoals dit altijd weer Blues nou doet. Niet of is het even wennen? Dankjewel. Even wennen, dankjewel. Goedemorgen luisteraars. Nee, dit is niet wennen. Ik ben gewoon mezelf vandaag. Dus ja. Dat wordt wat feest. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een heleboel dingen doen. Ja, we zitten hier bij elkaar met de heer Jan Pot van het Carmel College, sectordirecteur. Praktijkonderwijs en mevrouw Anne-Dorien van der Waarde. Twee belangrijke figuren in de inmiddels hechte samenwerking tussen RTV Raalte en het Carmel College. Ik ga beginnen met mevrouw van der Waarde. Hoe is eigenlijk de samenwerking tot stand gekomen? Hoe is dat nou begonnen? Van voor mijn tijd. Ongeveer 1,5 jaar geleden is de vorige voorzitter hier wat gaan snuffelen van, goh, wat doen jullie? Hebben jullie wat aan ons? En het Carmel, daar kwam eigenlijk de vraag vandaan van, kunnen we niet wat met het lokale radio en televisie? Nou, dat is toen, als idee is dat wel naar voren gekomen, maar dat is nooit echt uitgewerkt. En vanaf oktober vorig jaar ben ik de voorzitter van RTV Raalte. En toen zijn we echt begonnen met het uitwerken. En dat is echt we hoor, want ik ben een heel klein radertje in een heel groot geheel. Maar toen zijn we samen gaan kijken van, als we dat willen, hoe kan dat dan? Nou, dan moet eerst de huur opgezegd worden van het oude pand. Dat pand moest leeg, moest verhuisd worden. Hier zouden we naartoe kunnen, maar de verbouwingen hier, dat duurt natuurlijk een hele tijd. Want je kan alleen maar verbouwen als de leerlingen op vakantie zijn. Dus zit je dan met hele krappe planning. En toen hebben we hier nog tijdelijk een plekje gehad waar we onze spullen konden opslaan. En vanaf begin september zijn we hier heel hard aan het werk om in een supermooie nieuwe plek alles te installeren. En dat is veel. Maar dat is nu klaar, zo goed als in ieder geval. En vandaag hebben we onze eerste uitzending. En volgens mij gaat het naar ieders tevredenheid. We hebben nu al een groep leerlingen van HAVO-VWO. Dus we doen niet alleen met VMBO. Dat is de maatschappelijke stage. Er zijn 8 leerlingen die hebben zich opgegeven om hier bij het Verhaalte mee te doen. Meneer Pot, hoe is van uw kant de samenwerking begonnen? Met de ambitie van school om onderwijs midden in de samenleving te positioneren. Eigenlijk beginnen daar. En wat wij doen is leerlingen zoveel mogelijk onderwijs bieden in een contextrijke omgeving. Dat kan een beroepsgerichte context zijn, dat kan een maatschappelijke context zijn. En daar werken we veel meer samen met een aantal werkgevers, als voorbeeld met maatschappelijke instellingen, met de gemeente. En wat er eigenlijk ontbrak in het totaal, is het mediagedeelte. Dat ontbrak. En eigenlijk kwam het heel goed bij elkaar. En dat mediagedeelte, dat bestaat natuurlijk en zo uit zowel radio, tv als de multimedia, begrijp ik? Ja, dus en de sociale media. Alles wat met media te maken heeft en met publiceren te maken heeft, zichtbaar maken, alles. Wat wij graag willen is onze leerlingen in de periode dat ze hier op het VMBO zitten, om ze te laten zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt in deze wereld en waar ze voor ze kunnen kiezen. Ja, dat kiezen, dat is een belangrijk punt, want ik heb ook begrepen dat er is een tijd geweest dat kinderen op 12, 13 jaar leeftijd al moesten kiezen van wat word ik. Ja. Maar daar is wel enige verandering in gekomen, begrijp ik. Ja, we hebben een andere keuze gemaakt. Wij vinden dat kinderen, maar dan praat ik specifiek over het VMBO, kinderen niet meer echt hoeven te kiezen. Ze moeten kiezen naar het VMBO, wanneer ze doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs. En wij moeten het VMBO is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het woord zegt het al. Wij moeten kinderen gewoon laten zien waarvoor ze kunnen kiezen. En dat vinden wij veel belangrijker. En niet dat ze op 12, 13-jarige leeftijd een keuze maken. Of dat ze de techniek ingaan, of dat ze naar de zorgwelzijnhoek gaan, of de economische hoek, groene hoek. Nee, ik ga nou eerst kijken wat bij jou past als kind. Televisie maken is een geweldige uitdaging. Dus we gaan het gewoon in de lessen zetten. We gaan gewoon lessen ontwerpen dit jaar. En gebruiken we het komend jaar voor samen met RTV. Waar leerlingen gewoon multimedia doen. Of een radioprogramma maken, of een televisieprogramma maken, of een klein filmpje maken voor een website. Er zijn allerlei mogelijkheden. Hoe denk je dat de leerlingen daar tegenover staan? Ik denk dat leerlingen het erg leuk vinden. Dat blijkt nu gewoon ook van op het moment dat je leerlingen nu hier krijgt en de reacties van leerlingen. Nou, jij kent ze. Ja. Dat is hartstikke leuk. Je zal van de deuren afslaan hier. Ja. We gaan straks even verder. We gaan even naar wat staat er op de, ik kan het niet lezen. Nou, wij bieden de mogelijkheid dat leerlingen van het Carmel kunnen uitzenden. En waarover, ja, dat kan over alles zijn. En wij bieden ze ook de mogelijkheid om dat op een
goede gestructureerde manier te doen. Dus het is niet zo, ik maak een filmpje en plop, het staat op de radio of de televisie. Nee, het is echt van, maar hoe werkt dat dan? Als ik een vak Nederlands heb, dan kan ik daar leren hoe je een interview doet, zoals wat jij nou met mij doet. En daarna kan ik leren om dat interview te doen en dat kan uiteindelijk uitgezonden worden. Dus het is het leren maken van radio en of televisie in de vakken die hier op school gegeven worden. En uiteindelijk wordt er door de eindredacteur televisie of de eindredacteur radio bepaald wat uitgezonden kan en mag worden. Want ja, je hebt natuurlijk ook je verantwoordelijkheid naar wat je in de ether stuurt. En die verantwoordelijkheid blijft altijd bij RTV Raad liggen. Wat gaan de kinderen, de jonge mensen van het Kamercollege, gaan die ook techniek doen of gaan die echt alleen het presentatiewerk, research en dat soort zaken doen? Nou, wat ons betreft niet. Dat zit zo breed als u net zegt. Dat kan ook techniek zijn. Ik vind het een mooie aanvulling op wat Andrien net zei. Vroeger hadden we onderwijs wat vrij geïsoleerd was in vakken. Nederlands, wiskunde, Engels, techniek. Wat we nu doen, en daar is dit ook prachtig voor, is dingen met elkaar in verband brengen. Dingen in context zetten. Ja. Dat maakt vakken veel interessanter. Ja. Wat leer ik en waarvoor leer ik het? Iets wat mij en veel andere mensen ook wel interesseert. Hoe is de samenwerking op dit gebied met de gemeente? En ik doel dan eigenlijk op de financiële kant van de zaak. Nou, dat gaat op dit moment gewoon geweldig goed. Weet je, samen proberen we op een goede manier voor elkaar van alles te betekenen. Nou, de gemeente die krijgt subsidie voor ons en die sluist dat netjes door. En wij krijgen daarmee de subsidie die voor de lokale omroep bestemd is, krijgen we ook. Dat loopt als een trein. Contacten met de gemeente zijn daarover ook heel goed. En wij mogen hier zijn en betalen daar een relatief lage prijs voor. Maar daartegenover stellen we natuurlijk wel dat leerlingen hier van alles kunnen en mogen en kunnen leren. Dus samen gaat dat heel erg goed. Omdat wij daarmee heel simpel iets geld overhouden, kunnen we ook zorgen dat wat wij maken, wat RTV Raalte maakt en wat we zometeen met de leerlingen gaan maken, dat het ook heel goed gemaakt kan worden, nu maar ook in de toekomst, omdat je kan investeren in apparatuur en mogelijkheden. Dus in die zin is het echt voor ons allemaal heel goed dat we nu hier zijn. Nou, we hadden nog geen poot jeugd en die hebben we er nu wel bij. En die jeugd die kan het over allerlei onderwerpen hebben, maar vanuit het gezichtsveld van jeugd. Nou, wat is er geweldiger dan dat als aanvulling te hebben bij de lokale omroep. Dus ja, maar jeugd gaan wij nog een hele mooie toekomst tegemoet.